Goeiedag. Ik sta hier momenteel op een nogal ongebruikelijke locatie. Maar dat komt omdat ik verheugd ben dat de federale regering onder mijn impuls zal overgaan tot een stevige belastingsverhoging op PMD-afval. En dan met name op plastic flessen. Een belastingverhoging met als doel het gebruik ervan volledig af te raden. Om dan op korte termijn het gebruik van wegwerpplastic flessen geheel te verbieden. Volledig. Een misschien wel drastische maatregel, maar één die eigenlijk al lang geleden genomen had moeten worden. Miljoenen plastic flessen komen jaarlijks in verwerkingsbedrijven als deze terecht, in het beste geval. Heel wat plastic afval komt ook in de natuur terecht en via onze waterwegen gegarandeerd ook in de Noordzee. Als minister van Noordzee vind ik deze situatie onaanvaardbaar. Als minister van Economie en Consumenten vind ik deze situatie vooral onhoudbaar. Economisch en ecologisch. Reden genoeg dus om het gebruik van de plastic wegwerpfles geheel te verbieden. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik, Johan van der Lanotte, heb kunnen meewerken aan een oplossing. Alleen, ik ben Johan van der Lanotte niet. Ik ben van der Lanotte niet. Meneer van der Lanotte. Of mag ik Johan zeggen? Laat ons eindelijk komaf maken met de plastic fles. Geef de volgende speech gewoon zelf, Johan. Want zolang jij het niet doet, doen wij het in uw plaats. Kom aan, Johan.